Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito en Jack Hansen. Behoorlijk spandoek ontrold door de fanatieke aanhang van de Heracliden. Dit is Mauro Junior met aan zijn hand zijn kleinere broertje, dat is toch mooi. Luis Guillerme. Reflex van Vlaswieg. Bakboord, doorgelopen, geen buitenspel, terugleggen. Oh, wat een kans dit voor Mauro Junior. Clark, goede voorzet. Linssen met de kans. Wat een mooie goal van Vitesse. Dessers erachteraan om het doekie lastig te maken. Dat doet hij slim, Dessers, want hij gebruikt even een hand. En nu is hij vrij. Dessers, ja, 1-1. Van der Water, als Job kijkt, heeft hij steun. Dat kan alsnog. Nu kan het alsnog. En weer pas weer. Wat een slotfase. Dan sluiten Heracles en Vitesse af op 1-1. Ja, welkom. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Heracles TV. Vandaag naast mij in de studio niemand minder dan Jesper Drost en Lennart Ciborra. Heren, welkom. Lennart, allereerst de belangrijkste vraag. Hoe is het met je Nederlands? Is goed. Ik kan een beetje verstaan, een beetje praten. Is goed. Mooi zo. We gaan met jou gewoon in het Nederlands doen, natuurlijk. Jesper, heren, afgelopen zaterdagavond de wedstrijd tegen Vitesse, 1-1. Vond je het een terechte uitslag, Jesper? Ja, ik vond het een terechte uitslag. Ik vind dat wij zelf een goede wedstrijd hebben neergezet. Als je een beetje geluk hebt op het eind, dan win je hem nog. Maar ik denk al met al dat een gelijkspel terecht is. Ja, Lennart, what are your thoughts on the game? I think the same like Jeppy. We played a good match, but in the end we need a bit luck and maybe we win this match 2-1. And yes. Yeah. Right after halftime, there was the 1-0 of Vitesse. Brian Linssen scored the goal. Yes. I think it was sort of your opponent. Do you think it was your fault, the goal? Or yes, it was. It was my fault. And overall, how were you thinking about your game? Do you think it was from me or from the game? Personally, it was a good game. Yeah. Yeah. You got lots of space on the left side. Alexander found you a lot. Yeah. How was it for you? Was it surprising how much space you had? Yeah, we spoke about that before the game, mm-hmm. Alex and me. And yeah, it was good that we use it. Mm-hmm. And so we became a lot of chances. And yeah, it was good for our game. Yeah. Jesper, de 1-1 van Cyril Dessers. Vond je het een overtreding? Nee, ja, ik vond het niet. Ik denk dat veel mensen het ook wel een overtreding vinden. Omdat je ziet wel duidelijk dat hij zijn hand gebruikt. Ja. Maar ja, het is zo licht. Dus ik denk, ja, het blijft wel voetbal. Dus, het gebeurt wel heel vaak in de wedstrijd. Ja. Nee, eens. Al met al, vond je het een terechte uitslag? Het is nu natuurlijk 1-1 geworden. Er zijn nog wel veel kansen geweest. Maar is 1-1 wel een goede afspiegeling van de verhouding in het veld? Of? Ja, alleen ik denk wel, als je kijkt naar de kansen die wij hebben gehad, dan zijn dat wel echt grote 100% kansen. Ja. En in dat geval zou je dus zeggen dat wij dan wel iets meer verdiend hadden om te winnen. Ja. Maar over de hele wedstrijd is 1-1 een terechte uitslag. Ja, je zat voor het eerst weer bij de wedstrijdselectie sinds lange tijd. Hoe is het met je eigenlijk? Ja, ja, het gaat weer goed. Ik heb natuurlijk wel 4-5 weken gemist. Maar ik ben wel veel met de fysio's bezig trainen. En, ja, ik mocht zaterdag weer bij de selectie, dus daar was ik heel blij mee. Ja, je maakt het bruggetje eigenlijk al zelf. Want waar we vorige week de technische staf even onder de loep namen met trainer Frank Wormoed, hebben we dat deze week gedaan met de medische staf. En daar volgden wij verzorger Marcel de Ronde, die dus ook veel samen heeft gegeven met Jesper de laatste tijd. Laat maar gauw even gaan kijken. Ja, ik ben al onderdeel van de medische staf. Ik ben dan de verzorger, de sportmasseur. Mijn rol is het verzorgen van de spelers. En dat is tapen, bandageren, mobiliseren, maar natuurlijk zeker ook masseren. En daarnaast zorgen voor de voeding tijdens wedstrijden, drinken, bij trainingen. De dag begint tussen 9 en 10 met masseren. En daarna zijn het veel jongens die preventief hun enkels tapen. Om er maar voor te zorgen dat ze geen blessures aan die enkels krijgen. En dan tijdens de training ben ik er vaak wel bij om te kijken mocht er een blessure ontstaan. Of jongens hebben pijntjes, dat ze zich direct bij mij kunnen melden. Of dat ik ook zie hoe een blessure ontstaat. Dat is natuurlijk ook wel vaak belangrijk, dat je ziet wat er gebeurt. Tijdens de wedstrijden zijn al twee van ons bij de wedstrijd. En eigenlijk is dat
ongeacht je functie. Emiel en Nick, wij rennen het veld in als er een blessurebehandeling moet zijn. En Ashwin, die ondersteunt ons vanaf de bank. Op die manier werken we samen. In een spelersgroep krijg je altijd wel te maken met dat jongens eventjes niet lekker in een vel zitten. Het zijn niet alleen maar voetballers, het zijn ook gewoon nog jonge gasten die ook daarin begeleid moeten worden. En dan zijn wij er als medische staf naar om ze lichamelijk, maar ook geestelijk te helpen. Ja, Jesper, je staat natuurlijk nauw in contact de laatste tijd met de heren van de medische staf. Wat had je eigenlijk precies? Je bent er lang uit geweest. Ja, ik had eigenlijk een dikke knie en in het begin probeerde ik daar nog een beetje doorheen te lopen. Maar op een gegeven moment hebben de fysio's toch gezegd van je moet toch even je rust nemen. Ja, en nu? Volledig fit? Ja, ik ben nu weer fit, dus ik train weer mee en dat is het belangrijkste. Ja, en afgelopen dinsdag natuurlijk al wat minuutjes kunnen maken, dat is wel fijn. Lennart, speaking about fitness of a player, I think if you ask any supporter here who appears to be the most fit player in the pitch, most of them will say Lennart Cibora. How is it for yourself? Do you think yourself that you're being very fit at this moment as well? Or? Ja, ik denk schon, ik ben deze seizoen fit. Fitter als letzte seizoen. Mm-hmm. Ik heb dieses jaar ook die complete voorbereiding mitgemacht. Letzte seizoen heb ik nur die Hälfte der Vorbereitung mitgemacht. En ik denk dat was sehr wichtig für mich. Have you ever heard of the nickname being a Duracell Bunny? Duracell Kaninchen? Nee, I never heard. That's what they call you. Oh. Can imagine, right? Ja. Jesper, het is nu je tweede jaar bij Heracles. Heb je nou zin, wat dat betreft? Ja, ik heb zeker naar mijn zin. We hebben een leuke groep en ik ben goed opgevangen door de jongens. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Lennart, also your second season here at Heracles. How different is this season so far from last season for you personally? Für mich ist es kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied ist für mich, dass ich mehr Spielpraxis habe. Ich bin es jetzt gewohnt zu spielen. Ich habe mehr Selbstvertrauen. Und auch noch ein großer Unterschied ist es mit der Vorbereitung. Ich habe diese Saison die komplette Vorbereitung mitgemacht. Und letzte Saison habe ich zum Beispiel nur die Hälfte der Vorbereitung mitgemacht. Und das war für mich auch schon ein enorm großer Unterschied, sodass ich jetzt auch mehr Power und mehr Energie habe. Yeah, one of the first things you mentioned here in your earlier interviews at this club is that you want to improve on all aspects of the game. Have you succeeded in that so far? Ja, ich denke, in manchen Bereichen habe ich es geschafft. In manchen vielleicht nicht so viel, aber ich versuche halt mein Bestes zu geben, um es zu schaffen. Ja. Jesper, eindelijk weer fit dus. Afgelopen dinsdag wat minuten mogen maken tegen HAC. Hoe was dat? Ja, is lekker, want ik ben een tijdje uit geweest en dan is het heerlijk om weer wedstrijdminuten te maken. Ja, waarom spelen we eigenlijk zo'n wedstrijd? Ik denk dat veel mensen dat ook afvragen. Ik denk dat voor jongens zoals mij die een tijdje eruit zijn geweest, maar ook jongens die op dit moment niet in de basisstelf staan en die ook een beetje aan hun wedstrijden moeten komen. Ja, en misschien ook een stukje vertrouwen tanken richting Groningen natuurlijk. Ja, dat ook. Ja, zeker. Ja, laat me gaan kijken naar de hoogtepunten van die wedstrijd van afgelopen dinsdag tegen HAC.
Ja, heren, laten we maar gaan voorbeschouwen op de wedstrijd van aankomend weekend tegen FC Groningen. Jesper, natuurlijk jouw oude team. Spreek je nog veel jongens daar? Nee, valt mee. Ik ben natuurlijk bevriend met Mike. Dus Mike de Wierik. Ja. En die spreekt nog wel geregeld. Spreek je ook vaak nog mee af? Ja, toevallig een paar weken geleden is hij nog bij mij geweest. Dan gingen we Mario Kart doen, maar dat is voor hem niet zo goed afgelopen. Nee. One of the other players that also plays has played here at Heracles and is now playing for FC Groningen is your competitor of last year, Lennart, Bart van Hintem. Did you learn a lot from him? Ja, ich denke schon. Ich habe von Bart viel gelernt. In der ersten Hälfte der Saison, letzte Saison, hat er gespielt und er hat auch viel mit mir gesprochen, was ich verbessern kann, wo ich mich verbessern kann. Und dann in der Rückrunde habe ich gespielt und er hat dann immer noch mit mir geredet, immer noch ein paar Tipps gegeben und das fand ich sehr gut. Is he a very different left back than you? Ja, ich denke schon. Ich denke, ich bin mehr der offensive Linksverteidiger und Bart ist mehr der defensive Linksverteidiger. And that's where you have learned from him in the defensive part. Yes. Jesper, je hebt vorig seizoen Groningen in het begin nog meegemaakt in de voorbereiding. Zijn natuurlijk in de winter wel wat jongens aangetrokken, maar een groot deel van de selectie staat daar nog wel. Zijn ze veel beter dit seizoen dan toen, voor jouw gevoel? Ja, ik denk wel dat ze een stap verder zijn, omdat ze nu in de zomer eigenlijk al een beetje de selectie wat verder af hadden dan dat ze dat vorig jaar hadden. Ja. Verwacht jij te spelen aankomend weekend? Nee, ik verwacht niet te spelen. Nee, want een van de clichés wat we dan vaak horen is tegen je oude club geef je net iets extra's. Geloof jij daarin? Ja, ik geloof daar wel in, omdat ik zelf ervaren heb dat vooral de eerste keer dat je tegen je oude club speelt, dat toch wel iets met je doet. Maar dat is dan wel vooral de eerste keer en dat is mijn mening. Ja. Lennart, of course, it's your second year at Heracles as well. You haven't scored a goal yet. It's about time, right? Ja, es wird Zeit. Es wird Zeit für mein erstes Tor. Ja. Richtig. You have made some assists, right? I think. Yeah, letzte Saison. Zwei oder drei Stück, glaube ich. Okay. FC Groningen, they haven't played a match last week, last weekend. Is that an advantage for you guys? Ich denke schon, das ist ein Vorteil für uns, weil man merkt das ja immer selbst, wenn man mal zwei Wochen frei hat und dann hat man ein Spiel, dann ist man ein bisschen aus dem Rhythmus raus. Und wir sind jetzt im Rhythmus drin und Groningen hat nicht gespielt. Und ich denke, das kann schon ein Vorteil für uns sein. Yeah, ready for the first three points of the season. Hoffentlich. Confident about it? Yeah. Okay, good. Wens ik jullie heel veel succes, jongens. Lots of succes against FC Groningen this weekend. Wil ik ook bedanken natuurlijk dat jullie er zijn. En zie ik jullie graag ook volgende week terug bij een nieuwe aflevering van Heracles TV. Zelfde tijdstip, zelfde zender. Heel graag tot dan. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito en Jacques Hensen.